Ik ben Boas en dit is mijn trampolinepark. En vandaag mag weer niemand mij zien, want ik ga een dag lang onder het park leven. Er zijn al mensen! Oké, wat we als eerste gaan doen is even een plek zoeken waar we vandaag onze kamer gaan bouwen. Want we hebben namelijk een hele auto vol spullen mee. We hebben een hele woonkamer meegenomen om goed te kunnen overleven vandaag. We zijn ongeveer 5 minuten geleden zijn de eerste mensen naar binnen gekomen, dus we moeten al voorzichtig zijn. De eerste uur is minijump, dus dat zijn nog kleine kinderen. Dus die kennen mij gelukkig nog niet, dus misschien heb ik hier iets meer kans dat ik niet gesnapt. Terwijl wij een plek gaan zoeken waar we onze kamer op kunnen gaan zetten, moet jij even in de comments laten weten hoeveel uur jij denkt dat ik in het park kan blijven zonder gezien te worden. Tussen de 1 en de 12 uur. We zitten nu bij de trampoline, bij de airbag. Dus deze. Hier hebben we best wel veel ruimte. En is het vrij hoog. Door mensen springen. Het enige ding is, we kunnen hier niet rechtop staan. Er is maar 1 plek in het park waar we wel rechtop kunnen staan. En daar gaan we nu even kijken of we dat willen doen. Door mensen recht achter ons springen. Moet een beetje stil zijn. We zitten nu op dit moment onder het blok. En het blok is de enige plek waar we genoeg hoofdruimte hebben om rechtop te staan. Het enige ding is, dit is de subwoofer van ons muziekinstallatie. Oftewel, je hoort de hele tijd. Dus dit is echt het enige probleem wat we hier dus hebben, wat we de vorige keer hadden. We hadden vorige keer hier dus de tv staan. Alleen hier kunnen mensen door de trampolinedoek heen kijken en die zien dan ons tv. Dus toen hebben we dit af moeten plakken omdat ze deze rand omhoog gingen doen, omdat ze ons alles kunnen vinden. Dus dat is de reden waarom ik dit niet wilde. We hebben nog 1 plek in gedachten waar we misschien ook een mooie kamer kunnen bouwen, dus die gaan we nu even checken. Die andere plek waar ik dus dacht was hier in de glijbaan. Die hoort mensen eraf gaan. Hier kan je namelijk ook rechtop staan. Alleen ding is, dan moeten we hier alles doorheen krijgen en dat gaat nooit worden. Dus ik denk dat het toch weer onder het blok wordt. Cv-salto maken. Ik dacht nog, we hebben hier best wel mooie ruimte. Maar hier kun je natuurlijk gewoon doorheen kijken. Dus als mensen gaan voetballen, zien ze dat. De vorige keer dat ik deze sens had gedaan, hadden we het airpark nog niet en de voetbalkooi nog niet. Waardoor ik hier heel makkelijk een park uit. Die uitgang is hier ook weg, omdat je dan de voetbalkooi in loopt. Dus het wordt deze keer nog net wat lastiger dan de vorige keer. Er zijn 2 mensen in het hele park. Elke keer als ik ergens loop, als ik bij de airbag loop, zie je in de airbag. Als ik in de glijbaan zit, zie je in de glijbaan. We zitten nu in de voetbalkooi. Lopen ze de voetbalkooi binnen. Oh mijn god. Ja, zeg maar, ik rende heel snel weg, alleen je hebt de camera. Zo zag ze jou rennen. Als je iemand in een park opeens knethard ziet rennen, denk ik toch ook dat het inbrekende kinderen zijn. Ja, of hier. Alleen hier kunnen we dus niet rechtop staan. Ja, ze kunnen ook hier heel makkelijk doorheen kijken. Bro, ziek goed idee. Als we deze platen nou hier zo tegenaan zetten. Als een soort muur. Dan hebben we hier gewoon een ruimte waar niemand ons kan zien. Oké. Okay. Best een goed idee, denk ik. Ja. Dan zit je hier een ding, daar een ding, daar. Ja, dat we hier deze en deze doen. Ja. En dan die ook afgehoekt en doen we die kant open. Laten we dat gaan doen. Ik denk dat dit een mooie kamer gaat zijn. Laten we gaan bouwen. En tijdens deze challenge moet ik elke uur een opdracht voltooien. En lukt me dat niet voordat het uur voorbij is en ik mijn volgende opdracht krijg, dan ben ik af en mag ik naar huis. En zo hebben we onze kamer zo goed als helemaal ingericht. We hebben hier de game setup, we hebben een grote monitor mee, ik heb mijn laptop mee, we hebben hier 2 stoelen staan. We hebben een heerlijk kleedje erbij waar we op kunnen chillen. En een luchtbed. Ons luchtbed, alleen die moeten we nog even opblazen. Dat gaat een beetje lawaai maken, denk ik. Systeem, je schaar. Oké. Okay. Nee, het gaat geen lawaai bij, want we hebben geen pomp, dus je moet het met je mond doen. Fuck off. Dat weet je niet, toch? Ja, boeien. We hebben de hele dag. Daar gaan we. Moet het echt? Ja, we hebben ergens een pomp, maar ik weet niet waar die is. Kom, fik. Oh, dan blijft die hangen natuurlijk. Het is hieronder vrij warm en dat is ook de reden waarom we zonder shirt zitten. Het enige ding is, we hebben nog geen water. Dus dat moeten we nog even gaan fixen. Dus ik denk dat we zo meteen toch nog eventjes naar buiten moeten gaan. En eten moeten gaan halen voor de rest van de dag. Ja, sowieso, pik. Je hebt 1 zakje met nootjes. Is lekker, hè? Nee. Hey, de eerste uur zit er al op. Het is tijd voor de eerste opdracht. Doe een salto in het trampolinepark. Oké, dit is wel oprecht. Nu denk ik het beste uur om nog te doen, want nu valt het nog mee hoe druk het is. Laten we eronder doorgaan naar de andere kant van het park. Zeg maar bij het ninja parcours. En dan doe ik hem daar niet op een trampoline. Nou, ik kan misschien ook wel op een trampoline. Maar mocht dat niet kunnen, kan ik hem daar snel in het hoekje doen achter de glijbaan. Zodat de rest van het park het niet ziet. Ik weet niet wat hier gebeurd is, maar er liggen allemaal popsocks op de grond. Ik ga gewoon ook een handje zo meteen de park ingooien, dat allemaal kinderen die kunnen vinden. We staan nu hier, maar ik hoor hier nog meer mensen dan in de andere kant. Ik ga het wel gewoon proberen. Ik zou het lampje wel uitzetten. Het maakt wel herrie hè, als ik een salto doe. Zodra ik land, kijken ze. En dan ben ik niet op tijd terug, denk ik. Gewoon hier uit dat ding, salto doen, terugkomen en dan gaan we gelijk naar buiten. Oh nee.
Zo, dat was een hit and run. Ja, zo, die eerste challenge is voltooid. Het is natuurlijk 12 uur overleven onder het park, alleen we moeten wel eten halen. Ik vond het ook wel leuk om zeg maar, tijdens de challenge ook echt mijn dagelijkse dingen te moeten doen. Dus ik ga zo meteen nog een stukje werken, ik ga even mijn boodschapjes doen. Dan moeten we elke keer dus in en uit het park zien te komen. Het enige ding is, het wordt hier steeds drukker om het park heen ook. Nu valt mijn auto niet super erg op, maar denk ik alsnog dat kinderen me gaan herkennen. Dus het wordt ook steeds moeilijker om bij het park in de buurt te komen. 12 seconds later. Zo. Er zijn even wat autootjes bijgekomen, Pieter. Ik heb wel een blokfluit en een bakje gehaald voor mijn guacamole, want ik heb avocado's gehaald. We hebben alle dingen voor vandaag gehaald, dus nu is het een kwestie van zo lang mogelijk onder het park blijven en mijn opdrachten weten te halen. Oh, en voor jullie is het een kwestie van even een duimpje omhoog doen op de video hier beneden. Dat zou ik heel erg waarderen. En als je het nog niet hebt gedaan, hoeveel uur denk je dat ik het ga halen? Sowieso meer dan één, want ik zit nu op 1 uur en 43 minuten. We zijn net begonnen, hè. Hoe kan je nu al in deze mentale staat van zijn? Dit duurt lang! Ik ga nog even snel een broodje eten. Over 7 minuten krijg ik de volgende challenge. En daarna gaan we denk ik even checken. Oké, ik ben even naar boven gesneakt. Kan je door het park heen kijken? Kijk, dit zijn nog de mini-jumps, allemaal kleine kids. En wij zitten dus daaronder. Ik ben bij elke opdracht weer bang, want we hebben alles nu net klaargezet. Dat we dan weer verkloten, dat we dan gepakt worden. Spring in het airpark en als het lukt, van de glijbaan. Ja, maar dat kan wel, want het is nu nog rustig. Rustig. Ja. Zal ik eens kijken? Ik kan natuurlijk op mijn telefoon, kan ik op de camera's meekijken. Ja, het valt echt wel mee hoe druk het is. Let's go dan. Kijk, airpark is leeg. Ik ga even mijn sok uit. Er zitten kinderen in de voetbalkooi. Die kunnen ons natuurlijk zien. Kijk, er zijn hier twee kinderen aan het voetballen. Alleen wij moeten dus zeg maar hier zijn. Nou, we moeten nu. We hebben de opdracht. Bal halen. Hij zag ons niet. Dat kind dat stond denk een meter naast ons, pakt die bal, draait zich om en loopt weg. Ze hebben ons oprecht niet gezien. Kom, ga terug naar de basis, dan laat je het shot zien. Ik dacht echt, hij schoot die bal naar buiten en ik dacht echt, het is klaar, we zijn gepakt. Dit was hem. Hij zag ons gewoon niet. We hebben gewoon 20 minuten hierover gedaan. Echt? Het is al 28. Oh mijn god. We hebben nog een half uur tot de volgende challenge. Die mensen die hier springen denken ook van wat hoor ik hier voor panfluit? Voor iedereen die een comment heeft geplaatst dat we de volledige 12 uur zouden volhouden, ik zou je comment even aanpassen of nog eentje plaatsen. Ik ga oprecht een bokfluit liedje leren. Er zitten hier kinderen op de trampoline naar binnen te kijken. Ze kunnen ons niet zien, maar ze kunnen wel de computer en alles zien. Nee, je zit ook niet in te kijken. Oh mijn god. En toch ook een plaat aan de achterkant er tegenaan moeten zetten. Het enige ding is, hoe gaan we dat doen zonder gezien te worden? Ja, dat is bijna niet te doen. Nee, wel door het midden heen lopen. Ja, heel misschien kunnen ze onze voeten zien, maar dan herkennen ze ons niet. Misschien denken ze dan dat wij werknemers zijn. Dat kan, dat mag. Ja. Ze maar niet Boas zeggen. Hallo? Omdat ik deze video natuurlijk eerder een keer heb gemaakt, weten mensen dat als ze iets gek zien onder het park, dat ik het dan misschien ben. Ze hebben ons niet gezien. Nee, ze maar kunnen wel ons echt bijna. Zien. We hebben de lampen uitgedaan, we zijn hier weggegaan. Maar dit is wel een close call dit. Onze schuilplaats is compromised. We moeten echt even een plaat erachter zetten. Ja, we moeten echt even een plaat erachter zetten. We gaan nu ook wel heel erg tijdelijk ergens anders, zodat ze daar geen beweging meer zien en ons niet meer kunnen horen. En sorry voor de muziek die heet het op de achtergrond. Het is een beetje een rumoerige video, maar we kunnen natuurlijk niks veranderen aan hoe het park normaal open is. Omdat jullie anders door zouden hebben dat het anders is. Mocht je nou nog nooit in mijn trampolinepark zijn geweest, dit is Jump XL Ede. Dit is het allerleukste trampolinepark van Nederland. 100.000% zeker. Dus als je nog niet bent geweest, staat een linkje in de beschrijving en kan je ook gezellig komen springen. Ze zijn gesnapt. Ik zweer het je, ze zitten allemaal bij die trampoline. Boas, ik weet dat je er zit. Ik zie al je video's. Echt? Ja, ik maak geen grap. Dus we moeten daar nu niet heen. Maar
ze hebben ons niet gezien, dus ze zijn niet gesnapt. Ze liggen echt met z'n allen op de trampoline. Paula's, Paula's. Ik maak geen grap, oprecht. Moet je nagaan hoe vaak dit gebeurt als ik er niet ben. Ja. Dan de kinderen gewoon naar de vloer. Paula's. Ja, zie zo'n zitzak liggen. Ik zie wel, je ligt heen. De kinderen zijn echt lijpscherp. Ja. Oh, deze is te doen. Raak een kind aan door de trampoline heen. Gaan we niet daar doen? Nee, dat is echt, ik zou het niet doen. Deze ook niet. Deze gaat wat. Ja, kraak de balen. Ja, maar niet per, ja, maar gewoon dat het persoon was. Maar ik stond daar, ik was een shot te maken. Ja, nu zie ik je. Ah, kut, we moeten dan echt een uurtje daar wegblijven. Ja, we kunnen nu een uur lang niet op onze eigen plek zitten. Wij willen op de gaten! Achter de ja, en iemand door de horeca was heen en oh. Ik zou maar even blijven staan. Afsluiten die handel. Hoppatee. Hupsakee. Dan kennen we weer lekker zitten hier zo op ons plekje. We hebben hem zo geproefd dat je echt hier niet meer doorheen kan kijken. Hier ligt het kleedje, hier ligt dat. Daar kan wel, maar daar zit geen trampoline. Dus je kan ook de lampjes weer aandraaien voor gezelligheid. Niemand kan ons meer wat maken. Kinderen zijn slim, ouwe. Ze zien mij niet, maar ze denken dan gewoon, oké, het is Boris Park. Ik zie wat onder het park. Er moet iemand zijn, Boris Meesie Wetter. Maar ze hebben je nog niet gezien. Nee, dus maar het komt echt door die vorige video. Ze hebben mij niet gezien. Nee. Ze weten wel dat er iemand onder het park zit. Nou, moeten we hierin gaan verhuizen alles? Hier kunnen ze sowieso niet zien. Nee, want ze zijn met een half uur zijn ze weg. Dan is een nieuwe groep. Ja, dat is waar. Kwartiertje nog. En dan moet ik ook gelijk een opdracht doen. Hè? Ja. Het begint echt vol te worden binnen. Flip in de voetbalkooi. Nou, dat is gewoon wachten op het goede moment. De hele lijn hier naartoe kunnen ze zeg maar vanuit de voetbalkooi op zien. Dus ik denk dat ik op de camera's even in de gaten moet houden. Als het leeg is, moet er gewoon gaan. Hij is leeg. Oké, let's go. Wij lopen hier naar binnen en daar zit de ingang voor kids. Wij kunnen niet in de ingang kijken. Dus zodra we erin staan, it's all or nothing. Kan er met een split seconde iemand uit. Oké, fuck it, let's go. Nu. Ik stoot mijn hoofd tegen het ding, mijn telefoon ligt er nog. Ik zag dat kus opeens bewegen. Dit was echt niet nodig. Ik was bang. Er is helemaal niemand. Ik sprong echt hier heel hard met mijn hoofd tegen. Ik zag dat kussen bewegen, dus ik dacht dat de kinderen naartoe zouden komen. Nee. Okay. Maar nee, wel. Wandde ik hem of niet? Ik had te veel stress. Weet je, wacht even terugkijken. Ik vond hem te schichtig, dus we gaan er nog één doen. Je neemt te veel risico ook nu, hè? Oh mijn god. Wij lopen langs de trap. Als mensen bovenaan de trap staan, zien ze ons. En je kan naar buiten kijken. Dus mensen die aankomen rijden, zien je ook. We kunnen ze ook als hier naar boven klimmen. Dan kunnen we even over het randje heen kijken. Kijk, oh mijn god, een moeder keek me aan. Volgens mij keek een moeder me oprecht aan. Kun je wel doorheen kijken? Oké, daar. Ik wil altijd heel graag heel veel risico gaan nemen, maar ook wil ik gewoon deze challenge halen. Dus het is een beetje altijd tweezijds. Vorige keer toen ik dit was, hadden volgens mij 150 jumpers over de hele dag gehad. Vandaag gaan we bijna over de 600 heen volgens mij. Oftewel, zet je zoveel kans om gepakt te worden. Ik moet dus echt heel nodig poepen eigenlijk. Dat weet ik nog niet zo goed hoe ik ga poepen. De wc boven is het makkelijkst, want er zijn 4 wc's. Alleen dan moet je dus door de hele horeca heen. Beneden heb je ook een wc. Alleen die zitten maar, hier is de ingang om het park in te gaan. Hier is de ingang om het airpark in te gaan en hier zit die wc. Kan ook moet even een plannetje bedenken. Ergens. Ja, even een hoekje. Ja. En dan de trampoline afsmeren. Als je zo met je billen tegen de trampoline omhoog, dan wordt die zo in vakjes nou, zo. Oké, genoeg. Komt dan niet hoor. Jawel. Het is te laat. Je bent al een minuut te laat, dus ik denk dat we deze over moeten. Ja, niks ervan hier. Ja, nee, ja, jij... Oké. Ik hoop niet dat we iets in het park moeten doen, want we zitten nu volgens mij ongeveer op een piekuur. Ja, ik heb net gekeken. Het is boven bij de horeca echt super druk. Het is volgens mij helemaal vol nu. Rondje om het park. Om het park. Dus we moeten naar buiten via de nooddeur. Rondje om het park en weer terug naar binnen. Alleen ding is nu dus, het is wel heel druk buiten ook. En buiten mogen ze me ook niet zien. Moet je er gewoon heel ruim omheen.
Ja, gewoon door de woonwijk. We gaan even een kwartiertje wandelen, hoor. Nee. Ik trek even mijn trui aan, want het is al best wel koud buiten. Maar mocht jij nou nog een leuk cadeautje zoeken voor de feestdagen. Dit is mijn trui, de boring trui. Deze staat online op bovenspw.com. En we hebben nog veel meer items zoals deze, deze, deze en deze. En ik heb iets leuks voor jullie, want jullie krijgen 15% korting door het gebruik van deze code in de aankomende 2 weken. Dus mocht je nog wat willen voor jezelf of voor iemand anders, dan kan het nog. Laat de lamp even uit. Ik denk dat het gewoon go. Gewoon go in één keer. We moeten een heel ruim rondje gaan lopen. Ja, kijk, eigenlijk moeten we over de parkeerplaats. Dat was denk ik het idee. Alleen, we kunnen ook gewoon zeg maar heel ver doorheen. En ik moest ook plassen, dus dit komt best goed uit. Zo'n kind weet natuurlijk niet zeker of ik het ben, want die ziet me helemaal van een afstand. Pik, we lopen hier met een camera. Dat is waar. Ik ben ermee weggekomen. Het is niet dat alleen binnen in Jumping Town mensen mij kennen, maar op straat kennen jongeren mij ook. Hoe weten mensen is ook Boas? Ja, geen idee. Hoezo, waarom noemen ze jou niet Tim of zo? Oké, we zijn nu bijna weer bij Jump. Dit is wel de aanrijroute. Dus iedereen die naar onze parkeerplaats komt, komt nu recht op ons afrijden. Zoals deze auto die hier nu aankomt, dus ik ga even. Als er nu een auto komt, dan moeten we echt even rennen. Dan moeten we rennen. Oh, ja. Oh, oh mijn god. Ik moet nog steeds plassen en nog steeds poepen. Maar, rondjes gedaan. Rondjes gedaan, high five. Ja. Ik heb een oplossing voor mijn plassen. Tot zo. Lukt het? Ja. Jij bent een heel klein beetje gemorst. Oh mijn god. Strak je afval zo, moet je voor de waard? Nee, nee, nee. Het is je favoriete bezigheid. Weet je wat ik vind dat jij even moet doen? Nou? Die bakken zouden. Zo, het ziet er echt uit alsof je nu in een doos zit. Weet je, het is nog erger. Ik zit onder een trampolinepark. Maak een selfie met 10 kinderen. Hij kan heel makkelijk en hij kan heel moeilijk. Ik kan selfies maken door de trampoline. Dus dan kan ik 10 losse selfies bij 10 verschillende kinderen die aan het springen zijn, kan ik er doorheen maken. Oeh, ik had er gelijk 3. Echt? Tellen voeten mee. 4. 5. Er staat nog iemand achter. Ja, mooi. Gewoon iemand springen terwijl ik daar sta. Oké, dat is 6. Bro, wat gebeurt hier? Iemand zit tegen de ding aan te stoppen. Je ziet daar een hoekje, ja, ik kan het heel moeilijk zien. Oh, hij loopt nu weg. Er zat hier een kind de hele tijd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moet er nog eentje. Hier kan je dus niet doorheen kijken. Kom terug. Zie dat dit kan, hè? Komt. Heb je hem? Ja, hij ziet hem al hier vallen. Tel hem. Maar zo insane dat je hier gewoon kan staan dat niemand iets ziet. Pas op. Onnodig risico. Ik heb ook iemand aangeraakt. Niet dat dat de bedoeling was, maar. Zo, dan springt iemand op mijn voorhoofd opeens, jongen. Wat zei je auw? Hij zegt op onderzoek uit nu hier. Iemand zei hier onder auw. Laten we maar weer teruggaan. Ik heb hier wat popsockets. Die ga ik even het park in. Als er precies eentje het park in. Iedereen in mijn setup te kijken. 190 mensen zitten nu in. Ze springen op ons hoofd. En ze hebben ons door. Ja, ze hebben ons echt zwaar door. En zo. Hé, gaan mensen onder. Ze dus trek mijn voet in. Hé, dat zijn Timo's schoenen. Dus ze weten sowieso dat we hier zitten. Hoe ben jij al 4 keer fucking herkend en nog nooit? Ik heb gewoon hele gave schoenen. Ja, maar waarom word jij dit gesnapt? Waarom let jij niet op? Ik ben gewoon hier. Alleen ik lag gewoon een beetje gestrekt met mijn voet in. Je bent 4 meter, dus. Oepsie. Het is voor zover. Het is het laatste uur dat het nog heel druk is. Het is nu van 4 tot 5. Hierna zitten er nog een stuk of 50 mensen in. En daarna loopt het steeds meer af. Dus dat betekent dat dit de enige opdracht is die echt nog heel moeilijk gaat zijn mocht het in het park zijn. Raak een kind met je nerfgeweer. Mag dit wel? Het is gewoon een rubberballetje. Ah.
Ik kan vanaf hier daar overheen scooten en dan net bovenop de glijbaan uitkomen. Alleen ik kan dus het balletje niet meer zien zodra die achter het rek is. Kan die ergens er tussendoor schieten? Oh, dat is een goeie. Je hebt echt een clean shot hier op mensen. Wat een kraakje. Hij ging hier echt hier zitten. Ja, kom maar. Pak maar een envelopje. Speel een blokfluitliedje tot iemand er wat van zegt. Daar ben ik goed in. Ik pak net dat ding van jou. Stond ik helemaal niet in een envelop, maar ik vind deze wel leuk. Stop. Deze kinderen zitten echt helemaal in hun eigen wereld. Misschien omdat ik zo goed blokfluit speel, ze dachten dat het een muziek was. Oh, ja. Het is moeilijker dan ik dacht. Mijn moeder zei altijd, als je een stressvolle periode hebt, is het belangrijk dat je je hoofd koel houdt. Gaat het nog? Oh ja. Hier beneden toch, hè, die rode, ja. We zijn weer op de bekende plek waar zij ons niet kunnen zien, maar wij hun wel. Alleen we hebben nu een lampje aan, dus misschien dat ze ons kunnen zien, maar dat weet ik niet zeker. Ik ken hem een popstorks in het park gegooid. Zij zijn ze aan het zoeken en nu hebben ze hierheen gewokken dat ik even een mooi fluitje kan spelen. Ja, alsjeblieft. Bestel wat eten zonder gezien te worden. Wat wil jij? Nachootje, pizzaatje, broodje, patatje, we hebben alles. Ik ga voor een pizzaatje. Pizzaatje! Oh, we hebben nog een tomaatje. Dat kunnen we ook gewoon eten, niet bestellen. Gewoon boeien. Maar we gaan kijken of het mogelijk is. Hey, mama! Zagen ze mij of zagen ze jou? Ja. Het is op dit moment 6:10 s'avonds. En op het moment dat ik het minst verwachtte, ben ik gespot. En hij heeft me echt gezien, hij keek me recht aan. Jij hebt de video verpest! Dat was in ieder geval. We hebben het eigenlijk zoveel uur erover gedaan, dus heb jij het goed gehad? Laat me weten in de comments en ik zie je bij de volgende video. Doei!